Op deze zonnige zaterdag 10 juni 2023 zijn wij aangekomen op de velden van JVC Kuik. Want hier is vandaag van alles te doen. Wat precies? Ik weet het niet, maar deze twee mensen bij mij, die weten er alles van. Jij bent Marloes. Maurits de Boer van het bestuur van JVC Kuik. Nou, JVC Kuik, daar zijn we nu. Maurits, wat is er te doen vandaag? Het is een druk dagje, ondanks dat de competitie is afgelopen. Want hele jonge jeugd speelt voetjebal. En er is een meidentoernooi van de KNVB. Dat mogen wij organiseren hier op deze velden. En het is voor het eerst dat een finale van meiden onder de 13 en 15 wordt georganiseerd. En dat is dan hier. En dat vinden wij geweldig leuk om te organiseren. Nou, daar ga ik het dan meteen even met Marloes over hebben. Want jij bemoeit je vooral met het meidenteam. Ja, klopt. Ik ben het afgelopen jaar de coach geweest van de meiden onder 13 hier bij JVC Kuik. Een heel leuk team hebben we op de been. En we gaan komend seizoen gaan we samenwerken met Siel. En dan hebben we dadelijk twee teams op de been. Meiden onder 13 en meiden onder 15. En waarom gaan jullie die samenwerking aan? Omdat we eigenlijk steeds meer meiden willen gaan voetballen. En zo krijgen we eigenlijk een mooie doorstroom. Zodat meiden van een jongere leeftijd naar een oudere leeftijd kunnen doorgroeien. Aha. En wat zeggen ze dan? Ik voetbal voor JFC, ik voetbal voor Siel. Of komt er een speciale naam voor? Ja, het wordt een samenwerkingsteam. Ja. Dus daar gaan we komend seizoen beginnen. En daar zoeken we nog meiden voor. Dus als je leuk vindt om te voetballen, kom dan gewoon gezellig een keertje met ons meetrainen. We hebben een hele leuke groep meiden. Van beginnend bij 10 tot en met 15. We kunnen nog steeds meer leden gebruiken. Ja. En misschien een hele foute vraag, maar moet je echt goed kunnen voetballen om bij de club te horen? Nee, zeker niet. Je moet gewoon het leuk vinden, plezier hebben met de meiden. Dat is veel belangrijker. En dan komt het winnen vanzelf wel. Ja. Oh, kijk, ja. Dan komt het winnen vanzelf. Dat is de spirit. Maurits, er zijn heel veel mensen, kinderen vandaag hier op het terrein. Hoeveel zijn er ongeveer, denk je? Nou, ik schat in totaal denk ik dat er wel zo'n, ver over de 100 hier op het terrein zullen zijn. Van, op dit moment en in de middag natuurlijk ook nog. Ja. En dat is een heel gebeuren. De jonge jeugd krijgt hierachter met allerlei voetbalspellen de afsluiting van het seizoen. En dat is een groot genoegen ook om te zien. Het is alleen een beetje warm. Maar dat mag niet deren. Gewoon goed drinken. Ja. En ik wou nog even toevoegen. De samenwerking met Siel wordt steeds meer geïntensiveerd. Want ook de jeugd onder 7 en 8 die gaat helemaal samen met die van Siel. En dat heeft met getalsmatige zaken te maken. Maar ook met een verre toekomst. Waarin dit hele sportterrein hier een hele reorganisatie zou kunnen krijgen. En dat preludeert dit op. Ja. Dus de jongeren, de kinderen, de dames, de volwassenen, de heren, gaan die ook samen? De volwassenen nog niet. Maar deze jeugd onder 7 en 8. En er zijn ook allerlei combinatieteams in de hogere jeugdleeftijdsklassen. Ja. Dus die kant gaat het gewoon op. Ja. En dat is denk ik een gezonde zaak. Nou, wij horen het in de toekomst wel wat voor naam dat gaat worden. Voor vandaag, goede hoop dat de dames het hier goed gaan doen. Nou, wij hebben in ieder geval net onze eerste wedstrijd tegen Eindhoven gewonnen. Dus we gaan dadelijk vol goede moed de tweede wedstrijd in. Ja. Okay. Ja. En dan lekker vakantie iedereen? Ja, nog een paar weken even een beetje trainen. En dan opmaken, uitrusten en dan klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Okay. Dankjewel en ik wens jullie een hele sportieve afsluiting vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Dat gaat zeker lukken. Dankjewel. Hoe we er maar vijf te nemen, dus je gaat er gewoon heen en je gaat gewoon rocken, oké? Okay? Als je niet fijn voelt, moet je geen pijl op je nemen. Nou, maar één is ook niet één pijl, nee, vijf. Oh ja, maar dan gaan we dan naar de wedstrijd even kijken, goed? Ja, alleen vrouwen. Ja. Nou, let's go meiden. Ja? Ik ga daar even staan. Ja, we gaan nog even. Wat? Dan maar even. Thank you.
Stop! Kijk, Anita, niks van je! Kijk, we gaan maar midden uitzoeken! Ik moet doorkijken! Lekker brief maken! Ik moet er nog drukken! Ah, weg met die bal! Hey! Een beetje druk, hup, hup! Goed! Kom, nog eens, nog eens! Nog eens! Hey! Goed, goed, goed!